Ik ben Jasper Vergoten, 32 jaar, papa van twee kindjes, Jor en Juliette. Al bijna 16 jaar samen met Orfee. Ik ben voetbalscheidsrechter sinds de zomer 2019, dus sinds het seizoen 2019-2020 in onze Jupiler Pro League. Ik ben een absoluut voetbaldier. Van mijn 5 jaar tot al mijn 21 heb ik hier bij Varsenaren zelf gevoetbald. Ik heb dat nog 3 jaar gecombineerd, ben eigenlijk heel toevallig in arbitrage gerold. Via een vriend van mij die zei, volg die cursus een keer, dat is nog iets voor u. En tot op de dag van vandaag geen seconde spijt gehad. Maar je komt nu op plaatsen waarvan ik nooit van mijn leven gedacht had dat ik er ging mogen zijn. Het verantwoordelijkheid. Je komt elke week op andere clubs, dus je leert enorm veel qua sociale vaardigheden, maar ook qua vriendengroep. Er zijn zelfs spelers die ik als scheidsrechter heb leren kennen, die nu vrienden zijn. Wij zijn ondergeschikt aan het voetbal. Dus als het voetbal zijn ding doet op de manier dat we het willen, dan ga je mij in C niet zien. Ik heb ook al wedstrijden gehad waar je achteraf denkt van man, nu heb je echt wel heel veel moeten doen, heel veel moeten managen, heel veel eventueel kaart moeten geven of iets anders. Maar dan is dat altijd als een gevolg van. Ik ben nog nooit terrein opgekomen met de gedachte, vandaag draait het om mij helemaal. Hey, hoe zit het eigenlijk? Hoe zit het? Hey. Paté. Maar geen ideale naam aan de Paté. Hands up! Hallo! Paté! En hoeveel is op de andere velden? Nee. En come on jongens, hey, zeg! Maar even if you touch the ball, it's always a yellow card. This is not football. Oh! Oh la la! Zag je hem ook binnen? Kritiek is er, kritiek is er altijd geweest. Er zijn zaken gebeurd waarvan die wij ook zelf als scheidsrechter helemaal betreuren dat die zich hebben voorgedaan, kunnen de klok terugdraaien, dan had dat ook uiteraard rechtgezet worden. En het is nu eenmaal zo bij ons, je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Dat is ons lang leven. Dat is zo en dat gaat ook niet veranderen. Wat vergeten mensen? Dat wij ook mens zijn. Dat wij geen robots zijn. Naast het terrein kan ik heel goed tot rust komen door te sporten. Ook op rustdagen zou ik al vaker een keer iets doen, daarom niet altijd even intensief, maar iets van sport. Anderhalf jaar terug ben ik voor 2 weken op circuittrek, een wandeltrektocht geweest in Nepal. Als ik daar aan terugdenk, dat geeft gewoon absolute rust. En ook tijdens wedstrijden, zou het soms gebeuren dat ik gewoon heel bewust, heel diep inadem, uitadem, aan dat moment denk. Een fractie van een seconde als het kan. En dan weten, alles is relatief. Het hoogste punt was 5430 meter. Maar een keer voorbij de 4200 hadden we niets van bereikt meer. En dat was 4 dagen dat we van alles weg waren. En dat was ook tijdens het WK in Qatar. Dus de Belgen speelden op dat moment. Heb je dat gemist? Helemaal niet. Je had dan plots s'avonds in een of andere echt gehucht zitten samen met mensen die daar dagdagelijks zitten. Er is daar geen begroeiing, geen bomen. Er is daar een jongen die dagdagelijks gewoon opgedroogde jakstronten ging gaan verzamelen om op te branden, om warm te hebben. Want het is daar op dat moment was het daar min 6, min 7 s'nachts. En dat intrigeerde me. Gaan we samen lopen straks? Naar waar? Nee. Nee. Op het moment dat Orfee belde dat er water gebroken was, zat ik aan de andere kant van het land. Moest ik sirene tegen standaard fluiten.
We hadden wat afspraken gemaakt van wat als zij belde. Ik dacht dat het een test was. Uiteindelijk bleek het echt te zijn. Alles kunnen regelen. Wat is eigenlijk op de weg van Luik naar huis? Dat ik besefte, ik word vader. Je zit er maar klaar voor de keer dat kleintje in uw armen ligt. En als je dan thuis komt en je ziet je kinderen, dan beseft je wel, dit is het allerbelangrijkste. George, hallo. 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 Voetbal is de belangrijkste bijzaak. Ik denk dat er dat veel mensen zullen zeggen. Maar zeker de dag voordien en de dag zelf merken de mensen rondom u weinig dat dat een bijzaak is. Wij weten de maandag wat het weekend brengt. En in functie daarvan wordt uw trainingsschema gepland, wordt uw weekend gepland. Kan ik aanwezig zijn op een familiefeest of niet? En iedereen dicht rondom mij respecteert dat. En daar ben ik hen ook enorm dankbaar voor. Om de een of andere reden moest ik ook instant denken aan een moodswing van George bijvoorbeeld. En die heb ik ook. Ik heb gewoon de vraag gesteld. I have a 3.5-year-old son. You know why I say you this? You know why? Because you behave in the same way. This is a grown-up game. Behave like that, okay? Ik herinner mij dat mijn hand op denk minstens één van twee spelers, een beetje als bijna als vaderfiguur. En die kijken zo altijd. Ik zei gewoon omdat je op dezelfde manier aan het reageren, aan het gedragen bent. En dan zag je wel in een fractie van de seconde allebei dat besef van, ja, je geeft elkaar een hand en het is opgelost. Ja, dus blijkbaar heeft het vaderschap een invloed op u als mens en als scheidsrechter.